We staan vandaag bij Hartje van Kanaleiland, omdat hier iedere week ontbijten worden uitgedeeld. Steeds meer mensen in de wijk hebben het moeilijk door de inflatie, hoge energiekosten, noem maar op. Dus kinderen hebben niet altijd een volle maag als ze 's morgens naar school gaan. En het Rode Kruis, samen met Hartje van Kanaleiland en dan met name Karim en Hashi, hebben bedacht dat ze dat toch graag willen dat kinderen wel met een volle maag naar school gaan. En daardoor worden er iedere week wordt er ontbijt uitgedeeld. Waarom is dit in het leven geroepen? We hebben gezien in andere plekken in de stad ook dat er toch veel kinderen zonder ontbijt naar school gaan. En met Karim van Hartje van Kanaleiland werk ik al heel lang samen in een boodschappenkaartenproject van wat we samen met Rode Kruis doen. En toen vroeg Karim, denk jij dat in deze wijk ook kinderen zonder ontbijt naar school gaan? Hij zei, ja, weet ik zeker. Dus toen zijn we ook hier half november gestart met 40 kinderen, 40 tassen, 40 kinderen. En nu zitten we op 60 tassen en we hopen binnenkort op 100 tassen te kunnen zitten, dat we 100 kinderen een tas kunnen geven. Er zit in een tas zit om eten voor een week ongeveer, ontbijt dus voor een week, voor één kind. En daarom doen we het elke week. Dus we kunnen elke week een nieuwe tas ophalen. Zie je nou de mensen die hier komen, is er nou schaamte of zijn ze toch vooral heel dankbaar of is het de combinatie? Ik hoop heel erg dat mensen zich niet schamen om deze hulp te accepteren. Want we zien dat heel veel mensen het nodig hebben. En dat het echt niet raar is als je het nu even niet bolwerkt. Dus we hopen echt dat mensen zich niet schamen. Het helpt ook heel erg dat Karim echt hier in de wijk woont. Hij kent mensen. Mensen vertrouwen hem. En daarom werken we ook graag met hem samen als Rode Kruis. Helaas is het een feit dat heel veel kinderen met een lege buik de deur uitgaan. Niet alleen de kinderen, ook echt soms de ouders. Want die geven het liever aan de kinderen dan zij het nemen. Maar soms hebben ze beide niks. Dus dat heeft mij direct eigenlijk op de startknop gezet. En dacht, ja, oh, wacht even. We hebben Overvecht, maar we hebben ook een wijk Kanaleiland en overige wijken. Maar goed, ik woon in de wijk Kanaleiland. Ik wil een bijdrage leveren voor mijn wijk. Voor de mensen die het nodig hebben. Dus ik heb met mijn collega gesproken van, joh, ik zou dat graag ook willen doen. Dus hij zei zoiets, nou, heb je die mensen dan? Ik zeg, ja, die zijn er. Nou, eigenlijk zijn we binnen anderhalve week was het al rond. De doel is 100 tassen. Maar we zijn 4 weken geleden begonnen met 40 tassen. En op dezelfde dag dat we hier begonnen zijn, heeft de Rode Kruis besloten om er toch nog 20 bij te doen. Het wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente. Alleen de Rode Kruis draagt zorg voor boodschappen. Dat ze ingekocht worden en dat ze gebracht worden bij hun. Ingepakt worden. En ik zorg voor de mensen die het nodig hebben. En we delen het hier op iedere woensdag eigenlijk tussen 4:30 en 5:30 uit. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen een tas krijgen naar huis om 5 dagen lang zonder koppijn te kunnen ontbijten met z'n allen. Een hele gezin bij elkaar op zo'n begin van de dag. Vind ik veel motiverender en stimulerender voor het leerproces, voor de ontwikkeling van het kind.